For more media content from Grace Community Church in San Antonio, Texas, go to gccsatx.com. Media used by permission of Heart Cry Missionary Society. Visit us online at heartcrymissionary.com. Paul Washer starts preaching about 4 minutes into this service. Er is iedere seconde een overgang van het leven op aarde naar een eeuwigheid die straks volgt. En toen ik daar vanmorgen over nadacht, toen dacht ik, wat staat er dan straks op mijn grafsteen gebeiteld? En wat staat er straks op jouw grafsteen gebeiteld? Zijn leven was werken, of zijn leven was Christus. En zijn sterven was winst. En toen ik daar zo over nadacht, toen dacht ik, over 100 jaar is er niemand van ons meer in leven. En liggen wij allemaal tussen 6 plankjes. En zijn we opgevreten door de wormen. En dan, staan we voor Jezus op de grote oordeelsdag. Heer, hier hebt u al mijn diploma's en mijn bankrekening. En hier hebt u mijn portie vrijwilligerswerk binnen en buiten de kerk. Alsjeblieft, Heer Jezus, het is voor u. En Jezus kijkt ons aan, maar moet ons wegsturen. Als ik hier op aarde niets met Jezus heb, wat moet ik dan met Jezus in de hemel? Zonder Jezus heb ik niks. Zonder Jezus hebben wij niks. Zonder Jezus hebben wij niks als natie, als land. Zonder Jezus kom ik nooit op mijn doel in het leven. Zonder Jezus moet ik sterven. Zonder Jezus moet ik branden in de hel. Zonder Jezus heb ik niks en dat gaat ver. Want zonder Jezus is zelfs de kerk een kerkhof. Zonder Jezus is een belijdenisgeschrift niet meer dan een fossiel. Zonder Jezus hebben we niks. Maar met Jezus hebben we leven. Met Jezus hebben we een nieuw leven. Die onveranderlijke, liefdevolle, trouwe, heerlijke, volle Jezus. Heb jij Jezus in je hart? Is Jezus jouw Heer en Meester? Als jij straks voor hem staat. Staat er straks op jouw grafsteen. Zijn leven was Christus. Zijn sterven was winst. Oh, we moeten hem toch wel prijzen om wie hij is. Heel veel christenen die houden van Jezus zoals ze van een koe houden. En vanwege de melk en van de kaas. Maar om nu van Jezus te houden zoals hij is. In zijn wezen is hij liefde. Hij is trouw. Hij is goed. Hij is vol. Hij is heerlijk. Zijn naam is Jezus. Wie is Jezus voor jou? Dat is mijn vraag voor morgen. En ik heb maar 1 verlangen. En dat Jezus met de kracht van zijn Heilige Geest je zal aanraken. Voor het eerst of opnieuw. En dat je niets anders kunt zien dan Jezus alleen. Dat is opwekking in je leven. Als je Jezus nog niet hebt, dan wens ik je van harte een onrustige dag toe. En misschien wel een slapeloze nacht, totdat je hem gevonden hebt. En het is mijn gebed dat de Heere Paul was je krachtig zal gebruiken voor ieder van ons. En na de lezing hopen we samen te komen. Hopen we samen te komen in groepjes. Er zijn 11 mentoren om er ook wat over door te spreken. Dat is heel goed. En zo van hart tot hart. Om zo samen ook op de lezing te kunnen verwerken. En laten we nu zingen, lied 119, liefde was het, onuitputtelijk. To love your God with all your heart. God lief te hebben met heel je hart. And then to love everyone else. En dan ook anderen net zo lief te hebben als jezelf. Your brothers and sisters in Christ. Je broeders en zusters in Christus. The unbeliever. Maar ook de ongelovigen. Even your enemy. Zelfs je vijand. The worst person you can find. De slechtste persoon die je maar kan vinden. To love them. Zo lief te hebben. That is Christianity. Dat is Christendom. Joy.
vreugde, unspeakable, onuitsprekelijk, that God produces in our heart. Dat is wat God werkt in ons hart. To follow Him, om Hem te volgen, and walk in love, en in liefde te wandelen. Sometimes when I'm on an airplane, soms als ik in het vliegtuig zit, people ask me, what do you do? Vragen mensen mij, wat doe jij eigenlijk? And I tell them, I'm a husband. En dan vertellen ze, ik ben een man, een huisgenoot. And they say, okay, but what else do you do? En dan zeggen ze, okay, maar wat doe je nog meer? I say, oh, I'm a father. En dan zeg ik, ja, ik ben een vader. They say, what else do you do? Maar dan zeggen ze, wat doe je nog meer dan? I'm a friend. En dan zeg ik, je bent een vriend. Okay, but what else do you do? Ja, okay, maar wat doe je eigenlijk nog meer? Well, if I have any time left, I also preach. Nou, als ik nog wat tijd over heb, dan preek ik ook nog. The point that I'm trying to make is this. Het punt wat ik eigenlijk duidelijk wil maken. Christianity is all about relationships. Christendom heeft alles te maken met relaties. About loving God. Het gaat over God liefhebben. And then loving the people closest to you. Maar dan ook degene die heel dicht bij je staan liefhebben. And joyfully laying down your life as a sacrifice. En dan vreugdevol je leven neerleggen als een offer. For them. Voor hen. Jesus did not say that the world will know what kind of disciple that you are my disciples because you wear a certain kind of clothing. De wereld herkent jou niet als discipel van Christus omdat je een bepaald type kleding draagt. He said the world will know you are my disciples if you love one another. De wereld zegt, je zullen jou als discipel herkennen als je elkaar lief hebt. To follow him. Omdat je hem volgt. Okay, now we're going to talk about something very important. Okay, we gaan het nu over iets heel belangrijks hebben. Let me put it this way. Laat het op als volgt zeggen. I've got some good news for you this morning. Ik heb echt goed nieuws voor jullie deze morgen. You're gonna die. Je gaat sterven. A lot sooner than you think. Sneller dan je wellicht denkt. Let me put it another way. Laat ik het op een andere manier zeggen. You strong young men. Jullie zijn sterke jonge mensen. That have muscles even up to your ears. Jullie hebben spieren die tot je oren komen. One day you're going to be so weak that someone's going to have to help you go to the bathroom. Maar op een dag zul je zo zwak zijn dat anderen jou moeten helpen om naar de badkamer te gaan. And you beautiful young ladies, jullie prachtige jonge dames, who look in the mirror for hours a day, die wellicht uren in de spiegel kijken per dag. I've got some news for you. Ik heb voor jullie ook nieuws. One day you're going to be really, really ugly. Op een dag zul je heel, heel erg lelijk zijn. And old. And oud. And hair is going to grow out of your ears. En zullen haren uit je oren groeien. So if you're going to get married, you better do it now. Dus als je wilt trouwen, kun je dat beter maar nu doen. Because later on, there's not going to be any chance. Want later heb je echt geen kans meer. Now what am I saying? Nou, wat wil ik eigenlijk zeggen? This world does not last forever. Deze wereld zal niet altijd blijven bestaan. This life does not last forever. En het leven zal ook niet altijd bestaan. I'm 47. Ik ben 46. Even though it doesn't even look like I'm 21. Ik weet dat ik inderdaad, ik zie er niet uit als 21. It seems like yesterday I was 9 years old. Maar het lijkt op alsof ik zeg maar gisteren 9 jaar was. And now I'm 47. En nu 46. Tomorrow I'll be 90. Morgen 90. Life goes that fast. Het leven gaat zo snel. Why are you alive? Waarom ben je levend? We have a saying in Peru. We hebben een gezegde in Peru. Tu vives porque el aire es gratis. Zoiets. And this is what it means. En het betekent het volgende.
The only reason you're alive, de enige reden dat jij levend bent, is because air is free. Is dat de lucht gratis is. And the point that they're trying to make is this. En het punt wat ze daar eigenlijk mee duidelijk willen maken is het volgende. Most people don't have any reason to be alive. De meeste mensen hebben eigenlijk helemaal geen reden om nog levend te zijn. They chase after things that do not matter. Ze jagen dingen na die er eigenlijk helemaal niet toe doen. And they waste their life. En ze verknoeien hun leven. Now I want us to look at a few passages in the scriptures. Nou, ik wil nu een aantal gedeeltes in de schrift in de Bijbel gaan bekijken. Psalms 103. Psalm 103. Psalms 103, verses 15 through 17. Psalm 103, 15 tot en met 17. En daar staat het volgende. De dagen van de mensen zijn als het gras, gelijk een bloem van het veld, alzo bloeit hij. Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer en haar plaats kent haar niet meer. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kindskinderen. Now look at verse 15. Maar laten we naar vers 15 kijken. It says, as for man. Wat de dagen van de mensen, wat de mensen betreft. But we could say this, as for you. We kunnen ook zeggen, wat jullie betreft. Your days are like grass. Jullie dagen zijn als gras. As a flower of the field, you grow up. Zoals een bloem van een veld, op het veld, groei je op. Now notice, it doesn't say that you are like a tree. Maar let op, er staat niet dat je groeit als een boom. Trees last a long time. En de boom gaat heel wat langer mee. But you don't. Maar jullie niet. You are like grass. Je bent als gras. The grass lasts only for a short season. Het gras bestaat alleen maar voor een seizoen. And then it dries up. En dan droogt het op. Go out to the market and buy a flower. Ga naar de markt, koop eens een bloem. How long does it last? Hoe lang blijft die bestaan? Even if you care for it. Zelfs als je heel goed ervoor zorgt. And give it water. Het water geeft. It quickly wilts and dies. Het heel snel verwildert het en gaat er dood. And that's what you do. En dat is wat er ook met jullie gebeurt. Do you realize that there are turtles that live longer than you? Besef je wel dat er schildpadden zijn die langer dan jij leven? You are going to die. Jullie gaan sterven. Your life is going to pass very, very quickly. Je leven zal echt heel snel overgaan, voorbij gaan. It says in verse 16. In vers 16 staat er. When the wind passes over the grass, it is no more. Als de wind daarover gegaan is, zo is hij niet meer. One day you will be no more. Op een dag zul je er niet meer zijn. Let me give you an example. Laat ik je een voorbeeld geven. Do you know the birthday of King Solomon? Weet jij de geboortedag van koning Salomon? Do you know the day that he died? En weet je de dag dat hij stierf? Do you set aside one day a year to mourn his death? Zet jij een dag in een jaar apart om zijn dood te bewenen? No, you don't even think about him. Nee, je denkt toch helemaal niet aan hem. But he was the most famous king who ever lived. Maar hij was de meest bekende, beroemde koning die ooit leefde. He was the wealthiest king who ever lived. Hij was de meest welvarende koning die ooit leefde. He was the wisest king that ever lived. De wijste koning die ooit leefde. But he's dead now. Maar nu is hij dood. And you don't care. En maakt het iets uit? You don't even think about him. Je denkt helemaal niet aan hem. He is no more. Hij is er niet meer. And the place where he dwelled acknowledges him no more. En de plaats waar hij verbleef kent hem niet meer. Do you think it's going to be any different with you? Denk je dat het met jullie enig verschil zal zijn? You will live for a short time. Je leeft voor een korte tijd. You will not be remembered when you go. Maar als je gegaan bent, weg bent, dan zul je niet meer herinnerd worden. Possibly you know your grandparents.
waarschijnlijk ken je je grootouders. But do you know your great grandparents? Maar ken je je overgrootouders? Do you even know the name of your great great grandparents? Weet je eigenlijk al de namen van je overgrootouders? They lived on this earth. Ze leven ook op deze aarde. And now they're gone. En nu ze zijn weggegaan. And let me share with you just a short testimony. Nou, nu wil ik een kort getuigenis met je delen. When I was 17, my father and I were working on his horse ranch. Toen ik 17 was, werkte mijn vader en ik op een paardenboerderij. And we were building a fence. En we waren een hek aan het bouwen. And as we were building that fence, my father screamed. En terwijl we dat hek zeg maar aan het maken waren, schreeuwde mijn vader. And I turned around and I grabbed him. En ik draaide me om en ik greep hem vast. And he fell to the ground. Hij viel op de grond. And he was dead. En hij stierf. Out in the middle of a field, he died in my arms. Gewoon in het midden van het veld stierf hij in mijn armen. My father was a really smart man. Mijn vader was een hele wijze, slimme man. He even worked on some of the projects for the astronauts. Hij heeft zelfs meegewerkt aan projecten voor astronauten. My father was a successful man. Mijn vader was een succesvolle man. My father was a strong man. En een sterke man. But he was dead. Maar hij was dood. And everything he had done and everything he built no longer mattered. En alles wat hij gedaan had en alles wat hij opgebouwd had, deed er niet meer toe. He had a beautiful farm with beautiful horses. Hij had een prachtige boerderij met schitterende paarden. But in one second he lost it all. Maar in één seconde was hij alles kwijt. I remember at the funeral. Ik herinner me de begrafenis. That as a young boy I became so angry. Dat toen ik als jonge jongen dat ik zo boos werd. Because it was my father's funeral. Want het was de begrafenis van mijn vader. He had died. En hij is gestorven. But even during the funeral, the visitors were talking about other things. Maar zelfs tijdens de begrafenis waren de bezoekers over andere dingen aan het praten. The weather, het weer, politics, en de politiek, business, zaken. And I was thinking, my dad just died. Ik dacht, mijn vader is net overleden. And even at the funeral, people have already forgotten him. En zelfs tijdens een begrafenis zijn mensen al aan het vergeten. But that's what the Bible teaches. Maar dat is wat de Bijbel ons laat zien. It will be the same with you. En zo zal het met jullie ook gaan. I have to tell you the truth. Ik moet jullie de waarheid vertellen. Your strength will disappear. Je kracht zal verdwijnen. Your beauty will fade. Je schoonheid zal weggaan. Everything you own will rot. Alles wat jij nu bezit zal verrotten. And your money cannot help you. En je geld kan je echt niet helpen. So why are you alive? Dus waarom leef je? One of the things that the devil does is he entertains us. Weet je, een van de dingen die de duivel doet is dat hij ons vermaakt. He gets us thinking about all sorts of things that do not matter. Hij laat ons aan allerlei dingen denken die we eigenlijk helemaal niet te doen. So that we do not think about what is most important. Zodat we maar niet aan de dingen zullen denken die echt belangrijk zijn. Most teenagers do not walk around thinking about the meaning of life. De meeste tieners lopen niet rond en denken over de zin van het leven. They're young. Ze zijn jong. They think they have a million years to live. Dus ze denken, ik heb nog miljoenen jaren om te leven. They play games. Spelen spelletjes. They play sports. Sporten. They listen to music. Luisteren naar muziek. They play football. En spelen voetballen. And all those things just control their mind. En al die dingen, dat zijn nu de dingen die hun gedachten onder controle hebben. You look in the mirror every day. Je kijkt elke dag in de spiegel.
But you don't think about what's important. Maar je denkt er niet aan wat er nu echt belangrijk is. How many of you have ever been to a funeral? Hoeveel van jullie zijn wel eens naar een begrafenis geweest? We go to a funeral, but we forget that one day it will be us in that box. We gaan wel naar begrafenissen, maar we vergeten dat op een dag wij diegene zijn die daar in die kist liggen. The wise man realizes that. Een wijs iemand die realiseert zich dat. And then begins to ask himself, why am I alive? En begint zich van af te vragen, waarom ben ik eigenlijk in leven? A few years after my father's death, een aantal jaren nadat mijn vader overleden was, I was in the University of Texas. Ging ik naar de Universiteit van Texas. And I was studying, hopefully one day to be a lawyer. En ik was aan het studeren. Ik hoopte op een dag een jurist, een rechter te zijn. I worked very hard at my studies. En ik deed echt enorme best voor mijn studie. But I was also a drunk. Maar ik was ook een dronkaard. Why? Waarom? I had money. Het geld. I had a really nice car. Ik had echt een leuke auto. Really nice clothes. Mooie kleren. Everything was going well on the outside. Uiterlijk ging eigenlijk best alles goed. But on the inside, I was miserable. Maar innerlijk was ik echt ellendig. Why? Waarom? Because I knew something. Want, nou, omdat ik iets wist. I learned something from my father's death. Ik had iets geleerd van de dood van mijn vader. It doesn't matter how I knew that it didn't matter how young I was. Ik wist dat het eigenlijk helemaal niet ertoe deed hoe jong ik was. I was going to grow old. Want ik werd toch ouder. It didn't matter how rich I became. Het maakte eigenlijk helemaal niet uit hoe rijk ik zou worden. I was going to die. Want ik zou gaan sterven. It didn't matter if I became famous. Het doet er eigenlijk helemaal niet toe dat ik beroemd zou worden. I was going to die. Want ik zou gaan sterven. And it didn't matter if I fell in love. En wat deed het er eigenlijk toe als ik in verliefd zou worden? Because that love would not last forever. Want die liefde die zou niet eeuwig stand houden. She would die. Die liefde zou sterven. Zij zou sterven. And I would bury her. En ik zou haar moeten begraven. Or I would die. Of ik zou sterven. And leave her alone. En haar alleen achterlaten. One day some young men came by my apartment and began to witness to me about Jesus Christ. Op een dag kwam er een jonge man langs mijn appartement, even langs, en die begon te getuigen van Jezus Christus. And I really didn't care. En het maakte eigenlijk helemaal niet uit. But I did listen. Maar goed, ik luisterde wel. Eventually I came to know Jesus. En uiteindelijk, ja, leer ik Jezus kennen. But my mother had put a Bible in my suitcase. Mijn moeder had al een Bijbel in mijn koffer gestopt. When I left home to go to school. Toen ik het huis verliet om naar school te gaan. So I looked around to find that Bible. Dus ik ging maar eens even op zoek naar die Bijbel. I didn't know where it was because I never read it. Ik wist echt niet waar die was, want ik had het nooit gelezen. But I started looking for it. Maar ik ging naar op zoek. Trying to find some sort of meaning. En ik blader te kijken of ik iets van een bepaalde betekenis kon ontdekken. And I opened the Bible. En ik opende de Bijbel. And it came to Psalms 103 verses 15 and 16. En ik opende de Bijbel dus bij Psalm 103, 15 tot en met 17. It said, as for man, his days are like grass, and as the flower of the field, so he flourishes. En dan staat de dagen des mensen zijn als gras, en als een bloem des veld, zo is hij niet meer. When the wind has passed over it, it is no more, and its place acknowledges it no more. Wanneer de wind daar overgegaan is, zo kent men haar plaats niet meer. And when I read that, I got angry. En toen ik dat las, toen werd ik boos. I said, I know this. Ik zei, ja, dat weet ik. This is what happened to my dad. Ja, dat is nou precies wat er met mijn vader gebeurd is. He grew up. Hij groeide op. He died. Stierf. The place acknowledged him no more. De plaats kende hem niet meer. And I got really mad at God. En ik werd echt razend op God. And I kind of threw the Bible on the bed. En ik smeet de Bijbel even gewoon op bed. And I walked out of the room. En ik ging de kamer uit. Thank you, God. Bedankt, God. For telling me something I already knew.
bedankt dat u me iets vertelde wat ik eigenlijk al lang wist. Life is a horrible thing. Het leven is iets verschrikkelijks. At least animals don't understand they're going to die. De dieren die begrijpen in ieder geval niet dat ze doodgaan. But we know it. Maar wij weten het. Well, after about a half an hour, I went back into the room. Maar ja, na een half uur ging ik toch weer terug die kamer in. And I picked up the Bible again. En ik pakte de Bijbel maar weer op. And I read verse 17. En toen las ik vers 17. But the loving kindness of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear Him. Maar de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen. It was the word everlasting that caught my attention. En het was dat woord eeuwigdurend dat mijn aandacht pakte. I thought to myself, finally, here's something that lasts forever. En ik dacht bij mezelf, ja, uiteindelijk is er toch nog wel iets wat voor eeuwig zal bestaan. It's really funny that when I was going through this journey. Het is wel grappig dat toen ik met die reis bezig was. And trying to find something eternal. Die zoektocht naar toch iets eeuwigblijvends te vinden. Some of my professors in class during their lecture talked about eternity. Sommige van mijn hoogleraren in de collegezaal spraken over eeuwigheid. Now both of them were atheists. Maar ze waren, die mensen, dat waren atheïsten. The first one was a psychologist. De eerste was een psycholoog. And he stood up before the class one day. En op een dag stond hij daar voor de klas. And he said, I'm going to be eternal. En hij stond daar en hij zei, ik zal eeuwig worden. Of zo. When I heard that word, I woke up from my sleep. En toen ik dat hoorde, werd ik wakker. Eternal. Eeuwig. Something that lasts forever. Iets dat voor altijd zal bestaan. I need to listen to him. Ik moet heel goed naar hem luisteren. And he said, I'm going to be eternal. En hij zei dus, ik zal eeuwig bestaan. Because I have written many books. Want ik heb vele boeken geschreven. And when I die, the books will go on. En wanneer ik sterf, zullen de boeken blijven bestaan. Dat gaat om. I thought, you're a fool. Ik dacht bij mezelf, je bent een waas. You're happy because people are going to be reading your books. U bent blij omdat mensen uw boeken gaan lezen. While worms are eating your body. Terwijl wormen jouw lichaam eten. In the grave. In het graf. Then one day I went to my anthropology class. En toen op een dag ging ik naar de klas waar antropologie gedoseerd werd. Man was an atheist. Ja, die meneer was ook een atheist. And he said, there is a sense in which my life will have meaning forever, even after I die. En die man die zei, ik heb een soort gevoel dat mijn leven toch voor eeuwig betekenis zal hebben. Zelfs dus ook als ik gestorven ben. And I thought, all right, good, what is it? En ik dacht bij mezelf, nou mooi, goed, ben benieuwd, wat is het? And he said, both of my parents are biologists. Hij zei, mijn beide ouders waren biologen. And one day when I was young, I told them I was very frightened about death. En op een dag toen ik heel jong was, vertelde ik hun dat ik erg beangst was voor de dood. But they gave me an answer that gave me peace. En maar ze gaven mij een antwoord dat me werkelijk vrede bracht. And I thought, oh wonderful. En ik dacht, prachtig. And then he said this. En toen zei hij het volgende. My parents told me that when I die. Mijn ouders vertelden me dat wanneer ik sterf. My body will rot in the grave. Mijn lichaam zal wegrotten in het graf. And it will be fertilizer for the soil and the plants. En het zal heel vruchtbaar worden voor de aarde en de planten. And therefore it would have meaning. En dat is uiteindelijk de betekenis van het leven. I thought to myself, I've got to leave this university. Toen dacht ik bij mezelf, ik moet echt weg hier bij deze universiteit vandaag. But when I saw this, maar toen ik dit las, it says the love of the Lord is everlasting on those who fear Him. Maar daar staat dat de goede tierenheid van de Heer is van eeuwigheid tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen. If He would love me forever, als Hij me voor altijd lief zou hebben. It means I must live forever. Betekent dat dat ik ook voor altijd moet leven? I found something eternal. Ik had iets eeuwigs gevonden. I realized that I had a life. En toen realiseerde ik me dat ik een leven had. That did not have to end. Dat niet hoefde te eindigen. I began to understand that if I lived
for Jesus Christ. Toen begon ik te begrijpen dat als ik voor Jezus Christus zou leven, that my deeds and my works would not disappear. Dat al mijn daden, mijn werken niet uiteindelijk zouden verdwijnen. That I could do things that had meaning. Dat ik dingen kon doen die werkelijk zin hadden. That I could give my life for something. Dat ik mijn leven voor iets kon geven. That would matter forever. Dat er wel voor toe doet voor eeuwig, voor altijd. And that meaning can be summed up in two things. En die betekenis, die zin kan samengevat worden in twee dingen. Twee zaken. To love the Lord my God with all my heart, soul, mind and strength. God lief hebben met hart, ziel en lichaam. And to love people. En mensen lief te hebben. There are only three things that are eternal. Er zijn maar drie dingen die eeuwig zijn, eeuwig blijvend. God. God. God's word. Gods woord. And the soul of a human being. En de ziel van een menselijk wezen. Van een mens. And that soul will either spend an eternity in hell or an eternity in heaven. En die ziel die zal of eeuwig in de hemel zijn, of eeuwig in de hel. And that you and I who know Christ could be used to have an impact on people. En dat jullie en ik door God gebruikt kunnen worden om impact te hebben op mensen. Let's go to the book of Ecclesiastes. Laten we gaan naar het boek Klaagliederen. Chapter 12. Hoofdstuk 12. Oh, sorry. Het boek Prediker. Hoofdstuk 12. Verse 1. Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Dus Prediker hoofdstuk 12 vers 1. En daar staat: en gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap, jeugd, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gij zeggen zult: ik heb geen lust in dezelfde. The Bible commands us here to remember our Creator in the days of our youth. De Bijbel laat ons zien dat we aan onze Schepper moeten denken in de dagen van onze jeugd. Now this is what God commands you to do. En dit is de opdracht die God jullie geeft. It's a command. Het is een gebod. But it's a command written for your benefit. Maar het is wel een gebod dat jullie gegeven wordt voor je eigen bestwil. God loves you. God houdt van jullie. God desires the best for you. God verlangt het beste voor jullie. He's telling you these things so that you will know how to live. Hij vertelt jullie deze dingen zodat jullie zullen weten hoe je moet leven. He doesn't want you to waste your life. Hij wil niet dat jullie je leven verknoeien. The devil and the world will tell you just the opposite. De duivel en de wereld vertellen jullie precies het tegenovergestelde. The world wants you to listen to the world. De wereld wil dat je luistert naar de wereld. To think about the world. Om te denken zoals de wereld. That's what it means to remember. En dat betekent dat herinneren, gedenken. To always be thinking about. Dat je altijd ergens over denkt. To always be listening to. Dat je daar altijd aan luistert. To always be obeying. Dat je daar altijd aan gehoorzaamt. Either the world. Of het nu de wereld is. Or God. Of God. Either the devil. De duivel. Or God. Of God. Now who are you going to listen to? Nou wie ga je nu luisteren? Who are you going to remember? Wie ga je gedenken? Who are you going to think about? Aan wie ga je denken? God who is love. God die liefde is. Or the devil in the world that desires your destruction. Of de duivel en de wereld die uiteindelijk uitzicht op jouw vernietiging. Will you be wise or will you be foolish? Zul je wijs zijn of zul je dwaas zijn? In the Bible, a fool is not an ignorant person. In de Bijbel is een dwaas niet een onwetend persoon. He isn't a person who cannot learn. Hij is geen persoon die bijvoorbeeld niet kan leren. He is not a person who cannot understand. Het is ook geen persoon die dingen niet begrijpt. It's a moral term. Het is een morele uitdrukking.
It's a person who knows the right way, but chooses not to go down that right way. Het is iemand die wel een besef heeft van het juiste pad, maar ervoor kiest om het verkeerde pad te nemen. Someone who willingly disobeys God. Iemand die heel bewust God niet gehoorzaamt. And goes down the path that leads to destruction. En het pad afgaat dat uiteindelijk leidt naar de vernietiging. The Bible says, remember your creator. Maar de Bijbel zegt, gedenk aan uw schepper. But here's the problem. Maar dit is het probleem. When you think about God, do you think biblically? Wanneer je aan God denkt, denk je dan bijbels? When you think about the Christian life, are you truly thinking about the Christian life as it's described in the Bible? En wanneer je aan het christelijk leven denkt, denk je dan aan dat christelijke leven wat ons in de Bijbel beschreven staat? The Christian life is not a dead religion. Het christelijke leven is niet een dode religie. It's not just a bunch of rules that you follow. Het is niet een hoopje met regels die je maar op moet volgen. Even though there are rules. Hoewel er natuurlijk wel regels zijn. But it's not about rules. Maar het gaat niet om regels. It's not about beating yourself on the back with a whip. Het is niet zo dat je jezelf met een zweep op je rug moet slaan. It's not about walking around like your dog just died. Het is niet rondlopen met de houding van ja, mijn hond is net dood gegaan. It's about a relationship with a God who loves you. Het gaat om een relatie met een God die je lief hebt. A God that is absolutely wonderful. Een God die ja, werkelijk ja, wonderlijk, prachtig is. It's about learning to walk with him. Het gaat erom dat je leert om met hem te wandelen. Trusting in him. Hem te vertrouwen. And being filled with all the things he has promised us in the Bible. En vervuld te zijn met alle dingen die hij ons in de Bijbel belooft. Life. Leven. You know, I make a lot of people nervous. Weet je, ik maak best wel wat mensen zenuwachtig. They say I laugh too much. Ze zeggen, hij lacht te veel. And I don't act my age. En ik gedraag me niet overeenkomstig mijn leeftijd. But I can't find in the Bible how a 47-year-old man is supposed to act. Maar je kan niet in de Bijbel vinden hoe iemand van een man van 47 zou moeten gedragen. Yes, I have to grow old. Ja, ik word gewoon ouder. But I don't have to act like it. Maar ik moet me niet overeenkomstig gedragen. The devil had me in bondage. De duivel had me in een bepaald slavery. In slavernij had me vast. With sadness. Met droefheid. And death. Dood. And depression. En depressie. And darkness. Duisternis. God came to liberate us from all of that. Maar God kwam om ons van dat alles te bevrijden. Why are you so happy? Waarom ben je zo gelukkig? Because God loves me. Omdat God me lief heeft. Do you do right all the time, Brother Paul? Do you do right all the time? Bent u iemand die het altijd goed doet, Broeder Paul? No. Nee. Just ask my wife. Vraag me aan mijn vrouw. But God loves me. Maar God houdt van me. He paid for all my sins. Hij betaalde voor al mijn zonden. And he always loves me. En hij heeft me altijd lief. Because of the power of Jesus Christ. Vanwege de kracht van Jezus Christus. Do I take his commandments seriously? Neem ik zijn geboden altijd serieus? I hope so. Ik hoop het. I want to be obedient. Ik wil echt gehoorzaam zijn. But my life is not just a life of obedience. Maar mijn leven is niet enkel een leven van gehoorzaamheid. It's a life of relationship. Het is een leven met een relatie. It's walking with a God who loves me. Het gaat erom dat ik wandel met een God die me lief heeft. In spite of all my failures. Ondanks al mijn mislukkingen, fouten.
Do you know what it's like just to be loved? Weet je dat dit het leven is wat echt wat geweldig is? Not because of you. Niet vanwege jullie. But because of the person who loves you. Maar vanwege de persoon die jou lief heeft. Let me give you an example. Laat ik je een voorbeeld geven. This is especially true with regard to girls and women. En dit gaat in bijzonder op voor vrouwen, meisjes. It must be really hard to be a girl. Het moet heel moeilijk zijn om een meisje te zijn. I don't ever want to find out what it's like. En ik wil ook helemaal niet weten wat het inhoudt. There are so many lies out there in the world today. Er zijn in de wereld zijn er zoveel leugens. The magazines, and all these sorts of things. Al dat soort dingen. In order to be loved, you must be beautiful. Om werkelijk geliefd te worden, dan moet je mooi zijn. But in order to be beautiful, you must be about this tall. Maar om mooi te zijn, dan moet je zo lang zijn. And weigh 3 kilos. 3 kilo's wegen. Most women look at that. De meeste vrouwen, ja, kijken daarnaar. I'm not beautiful. En zeggen, ik ben niet mooi. Full of insecurity. Vol met onbehouden dan. So you're always wondering, am I meeting the conditions? Dus ik moet me altijd afvragen, voldoe ik aan die voorwaarden? Am I doing everything right? Doe ik alles wel op de goede manier? Do I look right? Zie ik er goed uit? Because I want to be loved. Want ik wil geliefd zijn. And I've got to meet the conditions. En dus dan moet ik wel een voorwaarde voldoen. In the kingdom of Christ. In het koninkrijk van Christus. You walk through a door. Ga je een deur binnen. Where you are loved. Waar je geliefd bent. Whether you meet the conditions or not. Of je nou de voorwaarden voldoet of niet. And that means you're free. En dat betekent dat je vrij bent. Now, a religious person will hear that. Nou, weet je, iemand die religieus is en die dat hoort. Who has religion but doesn't love God. Die wel religie heeft, maar God niet lief heeft. And they'll say, well, if it's like that, then let's just go on and keep sinning. Die zou zeggen, oh, nou, als het zo is, dan ga ik wel even doen met zondigen. But the true Christian. Maar de ware Christen. When they hear that. Als zij dat horen. You mean God loves me. U bedoelt God houdt van mij? Yes. Ja. Well, then I want to be more. I want to serve him more. Oh, dan wil ik hem nog meer dienen. I want to be more obedient. Dan wil ik nog meer gehoorzaam zijn. Not so that he will love me. Niet zodat hij mij lief zal hebben. But because he does love me. Maar omdat hij mij lief heeft. Young people, I don't want to drag you into a religion that's nothing more than ordered death. Mensen, jonge mensen, ik wil jullie niet een of andere religie binnentrekken wat er uiteindelijk ja, tot de dood leidt. I don't want you to think that Christianity is just a bunch of rules of do and don't. Ik wil niet dat je denkt dat het christelijk geloof een hoop regels is van wat je wel en niet mag doen. Christianity is a wonderful and wild relationship with God. Het echte christelijk geloof is een prachtige, een beeld geloof met leven met God. With a God who loves you. Met de God die jou lief heeft. And will lead you to good things. En jou zal leiden naar goede dingen. Remember your creator. Gedenk aan uw schepper. After I read this, I had to kind of describe what I was talking about. Nadat ik dit gelezen had, moest ik maar eens even voor mezelf beschrijven waar dit over ging. Because some of you have wrong ideas about the Creator. Want sommige van jullie hebben wellicht verkeerde ideeën over jullie schepper. You equate God with a bunch of dead religion. Je associeert God met een beetje religie. But it's not the same. Maar dat is niet hetzelfde. It says, remember your Creator in the days of your youth. Want dus gedenken aan de schepper in je jeugd. Before the evil days come and the years draw near when you will say I have no delight in them. Voordat de kwade dagen komen en dat de begeerte jouw weg is. Right now you're young. Op dit moment ben je jong. Your body doesn't hurt. Je lichaam doet je nog geen pijn. You get out of bed in the morning and you go, well, I'm up. Je springt uit bed en je zegt, nou, ik ben wakker. I feel good. Voel me goed. Let's go play football. Laten we een potje gaan voetballen.
But when you get my age, als je op mijn leeftijd komt, you get out of bed like this. Nou, dan kom je als volgt uit. What do you want to do today, my wife asks me. Dan vraagt mevrouw, wat wil je vandaag gaan doen? I just want to breathe. Ik wil gewoon ademen. Sit down in a chair. In een stoel gaan zitten. Read a book. Een boekje lezen. And just think about it, it's just going to get worse for me. En denk eens na, dat valt alleen maar erger voor mij. But see, right now you're young. Maar weet je, op dit moment jullie zijn jong. What should you do with all that energy? Wat moet je dan doen met al die energie? Well, first of all, you should stop running around like a bunch of crazy people. Ja, eerst moet je maar eens even stoppen met rond te rennen als een stelletje gekke mensen. Now don't stop having joy. Nou, het is betekent niet dat je dan helemaal moet stoppen met blij zijn, vreugde. And don't stop enjoying life. En hou er niet mee op om van het leven te genieten. But learn what it really means to enjoy life by remembering your God. Maar leer nou eens werkelijk wat het betekent om zeg maar, aan God te denken, aan je schepper. Give your young life to know Him. Gebruik je jonge leven om Hem te kennen. To find out who He really is. Om erachter te komen wie Hij werkelijk is. And then give your life to serving Him. En geef je leven dan over om Hem te dienen. As I've said, I'm 47 years old. Zoals ik al zei, ik ben 47. I have no regrets about serving God. Ik heb er absoluut geen spijt van dat ik God gediend heb. But I do have regrets about the time I did not serve God. Maar ik heb er wel spijt van dat ik tijd gehad heb dat ik God niet diende. I never think to myself, I gave too much of my youth to God. Ik denk nooit bij mezelf, ik heb te veel van mijn jeugd aan God gegeven. I wish I hadn't done that. Ik wou dat ik dat niet gedaan had. No, I say this. Nee, ik zeg dit. I wish I had sought for Him more. Ik wou dat ik Hem meer gezocht had. I wish I had served Him more. Ik wou dat ik Hem nog meer gediend had. I sit down now in my study. Ik zit nu maar een beetje in mijn studeerkamer. And I try to figure out how can I serve Him more with the life that I have left. En ik probeer erachter te komen hoe ik Hem meer had kunnen dienen in het leven dat nu achter me ligt. How can I serve Him more? Hoe kan ik Hem meer dienen? Over the last 26 years I have walked with the Lord. De laatste 26 jaar heb ik met de Heer gewandeld. He has been so kind to me. Hij is zo vriendelijk naar mij geweest. So full of compassion. Zo vol van bewogenheid. So forgiving. Zo vergevingsgezind. He's absolutely wonderful. Hij is absoluut heerlijk. That's why I want you to know Him. En dat is de reden waarom ik wil dat jullie Hem zullen kennen. And that's why I want you to serve Him. En dat is waarom ik wil dat jullie Hem zullen dienen. Let's go for a moment to Matthew. Laten we eens even naar Matthäus gaan. Chapter 6. Matthäus hoofdstuk 6. Verse 19. Vers 19. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. Vergader u geen schat op de aarde waar ze de moth en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Jesus is giving us a command. Jezus geeft ons hier een opdracht. Why? Waarom? Again, it's for the glory of God and for the benefit of you. Nogmaals, het is voor de glorie van God en jullie voordeel. He says, do not live for this world. Hij zegt, leef niet voor deze wereld. This world is passing away. Deze wereld gaat voorbij. It's falling apart. Het valt uit elkaar.
And it doesn't matter how much you get in this world. En het maakt helemaal niet uit hoeveel je bij elkaar vergaat. Someone else can take it away from you. Iemand anders kan komen en het wegnemen van je. It can be destroyed. Het kan vernietigd worden. It can be lost. Je kan het verliezen. In the last year in the United States of America. In het afgelopen jaar in de USA. Men who had homes that were worth $750,000. Mensen die een huis hadden dat wel $750,000 waard was. Their homes are now worth $200,000. Hun huizen zijn nu $200,000 waard. Men who had millions of dollars in the stock market. Mensen die in de aandelenhandel vele miljoenen dollar hadden. Now have nothing. Hebben niks meer. Beautiful women. Beautiful women. Prachtige vrouwen. Over the last 20 years. Are no longer beautiful. Zijn sinds de laatste 20 jaar niet echt mooi meer. Do you remember only 15 years ago or 10 years ago some of the great football players? Kun jij je herinneren misschien van 10 jaar of 15 jaar geleden van die hele bekende voetballers? They no longer even play football. Ze spelen zelfs geen voetbal meer. Nobody even knows their name. Men weet hun naam geen eens meer. You see, everything in this world passes away. Je ziet toch, alles in deze wereld gaat voorbij. So why will you work and work and work for treasure which does not remain? Dus waarom wil je werken, werken, werken voor schatten die uiteindelijk niet zullen blijven? It's absolutely foolish. Dat is echt absoluut dwaasheid. I saw a famous actress one day. Op een dag zag ik een hele bekende actrice. Very, very famous. Heel erg belangrijk, beroemd. And she was about, probably at that time, about 60 years old. En die tijd was ongeveer 60 jaar oud. All her life she was known as one of the most beautiful women in the world. En heel haar leven stond ze bekend als een van de knapste dames in de wereld. But as she sat there, 60 years old. Maar toen ze daar zat, 60 jaar oud. It was so sad. Het was zo droevig. Now, she looked amazing for 60 years old. Ze zag er 60 jaar lang verbazingwekkend uit. But she had had so many surgeries on her face and body that you couldn't even count them. Was had inmiddels zoveel operaties aan haar gezicht en lichaam ondergaan dat je die operaties geen eens meer kunt tellen. And you could tell she spent hours a day putting on makeup. En ik zou je vertellen, ze moest vele uren besteden aan het aanbrengen van haar make-up. But you know what was sad? Maar weet je wat, als het droevig was? She knew she was losing the battle. Zij wist dat ze de strijd aan het verliezen was. She knew she was getting old. Ze wist dat ze oud werd. She had spent her entire life for her beauty. Ze had haar hele leven besteed aan haar schoonheid. And it didn't matter how much money she spent on doctors, she was getting old. En het maakte helemaal niet uit hoeveel geld ze ook aan dokters besteed had. Ze werd oud. She gathered treasure in this world. Ze had heel veel schatten verzameld op deze aarde. But her treasure was going. Maar haar schatten verdwenen. Bill Gates is one of the richest men in the world. Bill Gates, een van de rijkste mensen in de wereld. He will die. Hij zal toch sterven. And his body will rot like everyone else's body. En zijn lichaam zal wegrotten zoals elk ander lichaam in deze wereld. All the money in the world cannot keep him from death. Al het geld in de wereld kan hem niet van de dood weerhouden. So don't make treasures on this earth. Zo verzamel geen schatten op deze aarde. But he does say that we should make treasure. Maar er staat wel dat we schatten moeten maken. In verse 20. He, dat staat in vers 20. But store up for yourselves treasure in heaven. Maar vergader uw schatten in de hemel. Where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal. Waar de mot en de roesten niet verderven en waar de dieven niet doorgraven die stelen. Now look at that. Nou, kijk daar eens naar. Jesus is commanding you to let go of the treasures of this world. Jezus geeft je de opdracht om die schat van de wereld los te laten. Stop seeking treasures of this world. Stop met het zoeken en vergaren van schat op deze wereld. But he does not tell you to stop seeking treasure. Maar hij zegt niet dat je moet stoppen met het zoeken naar schatten.
He tells you to seek eternal treasure. Want hij zegt je dat je moet zoeken naar de eeuwige schat. That cannot be lost. Die nooit verloren kunnen gaan. We are justified by faith alone. We zijn gerechtvaardigd door geloof alleen. I am saved only because Jesus Christ died for me and I trust in him. Ik ben gered alleen maar omdat Jezus Christus voor mij gestorven is en ik in hem geloof. But the Bible says in Ephesians 2:10, maar de Bijbel zegt in Efeze 2 vers 10, that we were created in Christ Jesus. Dat we geschapen zijn in Christus Jezus. For good works. Om goede werken te doen. So as believers, dus als gelovigen, we are to turn away from the world, hebben ons af te keren van de wereld, and we are to serve God. En zo moeten we God dienen. But no one serves God in vain. Maar niemand zal voor niks God dienen. Jesus said that if we give just a cup of cold water to a disciple in his name, we will not lose our reward. Jezus zegt zelfs dat al geven we maar een kopje met koud water aan een discipel, dat we ons loon geenszins zullen verliezen. He means that everything we do in God's name has a reward. Dat betekent dat alles wat wij voor God, in Gods naam doen, een beloning heeft. Now I know what some of you are thinking. Nou, ik weet wel wat jullie, sommige van jullie nu zullen denken. You're more spiritual than Jesus. Je bent dan meer geestelijk dan Jezus. And you're saying to yourself, I'm not going to serve him for a reward. En je zegt bij jezelf, nou, ik dien hem toch niet om een beloning. I'm not going to serve him for treasure. Ik dien hem toch niet om schatten te krijgen. But he said that's what you should do. Maar hij zegt, dat is dus wat je moet doen. It doesn't mean that you only serve Christ for reward. Dat betekent natuurlijk niet dat je Christus alleen maar dient om een beloning te krijgen. You serve him because he's worthy. Je dient hem omdat hij het waard is. You serve him because of who he is. Je dient hem om wie hij is. You serve him because of love. Je dient hem vanwege de liefde. But he tells you also to store up treasure in heaven. Maar daarbij vertelt hij je ook dat je moet verschatten verzamelen in de hemel. To serve him knowing that there is great reward in serving him. Dat je hem ook dient omdat je weet dat er grote beloning is voor degene die hem dienen. The world offers you no eternal reward. De wereld biedt je echt geen eeuwige beloning aan. Christ offers you eternal reward that cannot be described. Maar Christus, die belooft je eeuwige schatten die gewoon niet te beschrijven zijn. And cannot be taken away from you. En die ook zeker niet van je weggenomen kunnen worden. Now let's go on. Nou laten we verder gaan. Look at verse 21. Laten we eens kijken naar vers 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Do you remember how Jesus said that it would be very difficult for a rich man to enter into the kingdom of heaven? Herinner je nog dat Jezus eens gezegd heeft dat het ontzettend moeilijk is voor een rijk om het koninkrijk van God binnen te gaan? Do you know why? Weet je waarom? Because he has so much treasure on this earth. Omdat hij zoveel schat op deze aarde heeft. And it constantly tempts him to think about the things of the earth rather than the things of heaven. En dat verleidt hem voortdurend om aan de dingen van deze wereld te denken in plaats van de hemelse zaak. So you are not to work for this kind of wealth. Dus voor die vorm van welvaart moet je niet werken. But you are to work for eternal wealth. Maar je moet werken voor de eeuwige welvaart. And there's something that happens here when you begin to serve Christ. En dan begint er, dan gaat er iets gebeuren wanneer je Christus dient. As more and more of your treasure is in heaven, the more and more you will think about things above. Wanneer meer en meer van jouw schatten in de hemel zijn, dan begin je ook meer de dingen van boven te bedenken. I served the Lord in Peru for many years. Ik heb de Heer in Peru gediend, vele jaren. And during a time of war. Ook gedurende een tijd van oorlog. It was horrible. Dat was echt verschrikkelijk. People were being killed everywhere. Mensen werden overal vermoord. Sometimes we would have to stand in line for 2 hours just to get a bag of rice. Soms moesten we wel 2 uur in de rij gaan staan om een zak met rijst te krijgen. There was nothing. Er was gewoon niks.
Most of the time we didn't have electricity. Meestal konden we geen gebruik maken van elektriciteit. Many times there wasn't even much food. Er was vaak ook helemaal niet genoeg voedsel. Do you know what was amazing? Maar weet je wat zo verbazend was? The fellowship in our churches was absolutely wonderful. De gemeenschap in onze kerken, die was werkelijk schitterend. Because no one had anything. Want niemand had iets. But Christ. Maar wel Christus. And his promises. En zijn beloften. And the hope of heaven. En de hoop op het eeuwige leven. Het hemel. But you know what? When the war ended. Maar weet je, toen de oorlog naar zijn eind ging. And Peru began to prosper again. En de voorspoed weer terugkwam in Peru. There was a coldness that swept over the church. Kwam er een bepaalde koudheid als een wind over de kerk. People began to think more about the world. Mensen begonnen weer meer aan de wereld te denken. And less about Christ. En minder aan Christus. If things continue as they're going right now in the world. Als dingen doorgaan zoals ze nu gaan in deze wereld. Those of us who believe in Jesus Christ will probably end our lives very, very persecuted. Degene die de Heer Jezus blijven dienen, die zullen waarschijnlijk in verdrukking zullen vervolgd worden. We may lose absolutely everything for Christ. We zullen misschien alles moeten verliezen voor Christus. I am training my children at this moment. En ik train mijn kinderen op dit moment. With one thing in mind. Met maar één ding in gedachten. One day their dad will probably be thrown in prison. Op een dag zullen ze misschien in een gevangenis gehoord worden. For preaching Jesus Christ. Omdat ze Jezus Christus predikten. I want them to be able to stand on their own. En ik wil zorgen dat ze in staat zijn om voor zichzelf te staan. But when that type of thinking begins to occur. Maar als die manier van denken zich voor gaat doen. You begin to realize that this world means nothing. Dan begin je te realiseren dat deze wereld eigenlijk niets betekent. Christ is everything. Christus is alles. I want to end by saying this. Ik wil eindigen en daarbij zeg ik als volgt, het volgende. I'm not a prophet or the son of a prophet. Ik ben geen profeet of de zoon van een profeet. But I'm going to prophesy. Maar ik ga nu profeteren. Not based on something I heard from God. Niet gebaseerd op iets van wat ik van God hoorde. But something that is an observable fact. Maar iets wat iedereen kan waarnemen. And it's also found throughout the scriptures everywhere. En je vindt het overal door de hele schrift heen. Some of you will end your life serving Christ. Sommigen van jullie zullen je leven beëindigen terwijl je Christus dient. Your only regret will be that you did not serve him more. Het enige waar je spijt over zal hebben is dat je hem niet meer gediend hebt. Some of you will die as fools. Maar sommigen van jullie zullen als dwazen sterven. You will reject the gospel. Je zult het evangelie weerstaan. You will live for the world. Je zult voor de wereld leven. And the little bit of understanding you have now will be totally lost. Het kleine beetje begrip kennis die je hebt zal compleet verdwijnen. You will be turned over to your foolishness. En je zult overgegeven worden aan je dwaasheid. You will live for wealth. Je zult leven voor welvaart. You will live for beauty. Leven voor schoonheid, pracht. Basically, you will live for yourself. Dus uiteindelijk, je leeft voor jezelf. And you will die in your sins. En je zult in je zonde sterven. Do you realize that? Besef je dat? Right now, as a preacher, I'm looking at two groups of people. Op dit moment kijk ik als prediker naar twee soorten mensen. Now, I don't know who they are. Maar ik weet niet wie waarbij horen. And I don't know where they are. En ik weet ook niet waar ze zijn. But I know there will be two groups of people on that final day that come out of this room. Maar ik weet dat er op de laatste dag, uiteindelijk ook uit deze zaal, twee groepen mensen zullen verschijnen. Some of you will hear this. Sommigen zullen het volgende horen. Well done, my good and faithful servant. Wel gedaan, mijn goede en getrouwe dienstknecht. Enter into the joy of your master. Ga in de vreugde van uw Heer.
And others of you will hear this. Maar anderen zullen het volgende horen. Depart from me. Ga weg van mij. I never knew you. Ik heb je nooit gekend. That's what we have in this room right now. En dat is wat er zich op dit moment in deze ruimte bevindt. But as the Bible says, why will you die? Maar als de Bijbel zegt, waarom zou gij sterven? God takes no pleasure in the death of the wicked. God heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Turn. Draai om. To him and be saved. Keer je om naar hem toe en word gered. Some of you are probably, even now, definitely Christians. Sommige van jullie zijn op dit moment absoluut definitief christen. But maybe the world is kind of is starting to entertain you a little bit. Maar toch begint de wereld een klein beetje invloed op jou uit te oefenen, jou te vermaken. Turn from the world. Draai weg van de wereld. It is a deadly lie. Want het is een dodelijke leugen. In the Amazon of Peru, we have the great anaconda. In de Amazone van Peru hebben we die hele grote anaconda. They are terrifying when they get large. Die zijn afschuwwekkend wanneer die groot worden. The largest one I've ever grabbed was about 4.5 meters. De grootste die ik gegrepen heb was zo'n 4.5 tot 5 meter. The only problem when you grab an anaconda that big, het enige probleem wat je tegenkomt als je zo'n grote anaconda vastpakt, is that he grabs you back. Dat hij je terugpakt. You grab a hold of the back of his head. Je kan hem achter zijn kop vasthouden. And before you know it, he comes completely off the ground and wraps around you. En als je hem dan daar vast hebt, dan komt hij helemaal van de grond en van achteren grijpt hij jou. So you've grabbed the anaconda. Dus je hebt die anaconda al vastgegrepen. He's grabbed you back. Maar hij pakt je terug. You want to let go. Je wil hem dan loslaten. But he will not let go of you. Maar hij laat jou niet los. That is a great description of the world and sin. En dat is een prachtige beschrijving van de wereld en de zonde. You want to grab the world. Je kunt de wereld wel vasthouden. Just touch it. En aanraken. Play with it a little. Een beetje spelen ermee. Before you know it, it's grabbed you. Al voordat je het weet, grijpt het jou. And even though you want out, you can't get out. En al zou je er al los van willen, lukt niet meer. Kan niet. There is a real sense, as I said, that as a Christian you should walk with great joy. Er is iets, een hele belangrijke zin, dat zeg ik wel eens. Als Christen zul je wandelen in grote vreugde. One of the evidences that you're filled with the Holy Spirit is joy. Een van de bewijzen dat je vervuld bent met de Heilige Geest is vreugde. Love, joy, peace, patience. Liefde, vreugde, vrede, geduld. But there's also fear in the Christian life. Maar er is ook angst, vrees in het christelijk leven. We can make decisions that can harm us greatly. We kunnen namelijk beslissingen maken die ons enorme schade aanbrengen. In our pride we can turn down roads that can do us great harm. In onze trots kunnen we wegen inslaan die ons schade toebrengen. That's why you must constantly renew your mind in the Word of God. Dat is waarom je voortdurend je denken moet vernieuwen vanuit het Woord van God. That is why you must have fellowship, not with the world, but with other believers who also desire to follow Christ. Dat is waarom je gemeenschap moet hebben, niet met de wereld, maar met andere volgelingen van Christus. So much is at stake. Er zijn zo belangrijke dingen aan de orde. The Christian life is a matter of life and death. Het christelijk leven is een zaak van leven en dood. How will you live? Hoe ga jij leven? How will you live? Hoe ga je leven? Let's pray. Father, I come before you in the name of your Son. And I pray, Lord, that you would work in the hearts of these young people. Father, I pray that they will know you, that you will know them. Father, I pray that you would give them glorious lives in Christ. That they would be a people holy and full of joy.
people who have more than a religion, but a relationship. That their lives would be abundant and overflowing. That they would be blessed and bless you and be an instrument of blessing to others. Father, please work in these young people. They have but one life, and so much is at stake. Help us. In Jesus' name, amen. In het Engels wil vertalen, dan vind ik dat eventjes vrij lastig. Is er iemand die vloeiend Engels spreekt, die dat zonder meer kan doen? En zo niet, dan probeer ik het gewoon. Er werd mij net nog extra benadrukt dat ze het kort moest houden, maximaal 10 minuten. Matthijs vraagt, als ik even een week geef, als er 5 minuten om zijn, dan zijn er 8 minuten om, zodat ik het goed in de gaten kan houden. They just told me that I have to keep it very short, only 10 minutes. So he's going to give a sign when he's talking more than 10 minutes. Ik was al een keer eerder gevraagd om een getuigenis te geven. It happened before that they asked me to give my testimony. Maar ik voelde mij toen niet door de Heer geroepen om het ook echt te doen. But I was not sure whether the Lord asked me to do that. En toen ik dit keer een mailtje kreeg om een getuigenis te geven. But when I again received a mail to give my testimony. Voelde ik me ook echt door de Heer geroepen om vandaag jullie een getuigenis te geven. I felt that the Lord called me that I have to give my testimony to you. En de afgelopen week zag ik heel erg van mezelf en dacht ik ben ook maar een zondaar en ben die waard om tegen u te getuigen. And last week I was looking very much on myself and I thought, who am I to give my testimony to you? Maar gisteravond bemoedigde de Heer mij heel erg door de boodschap van Paul Washer. But yesterday night the Lord encouraged me great by the speech, the preaching of David Paul Washer. En ik kwam er ontzettend over verwonderen en ik had niet bevat dat de Heer mij in Jezus Christus aanziet in zijn heiligheid en rechtvaardigheid. And really, I cannot imagine, I do not consider that Jesus, dat God mij aanziet in Christus Jezus zijn heiligheid en rechtvaardigheid. He looks to me through his son, Jesus Christ, and that I'm righteous and holy. En dat is ook waarom ik de vrijmoedigheid heb om hier vandaag te staan. Ik geloof dat God mij geroepen heeft, want Hij ook in mij zal spreken. And that's the only reason why I I stay here and give my testimony to. En ik wil met jullie een gedeelte lezen uit Exodus 34. I'd like to read with you a part from Exodus 30, chapter 34. Exodus 34, vers 5 tot 7. Exodus, tot en met 7. Yeah. Exodus chapter 34, verses 5 up to verse 7. En daarboven staat God verschijnt aan Mozes en hij maakt zichzelf in dit gedeelte aan ons bekend. And above that part is written that God appears to Moses and that he makes himself known. Ik zal het jullie voorlezen. De Heer nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hen. En God riep uit de naam des Heeren. En als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij, dat is God. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft. Die de schuldige geest in zijn onschuldig houdt,
bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. En ik vind het echt een geweldig Bijbelgedeelte. For me, this is a great part of the Bible. De Heer die openbaart zichzelf als een barmhartige en genadig God, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. The Lord reveals himself as a God full of righteousness, mercy, compassion. En hij wil de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeven. And he wants to forgive our trespasses. En als ik op mijn eigen leven terugkijk, dan zie ik dat ik echt een enorme grote zonde ben. When I look back to my own life, I realized that I was a great sinner. Vroeger, toen ik al klein was, had ik grotere vrienden en daar wilde ik stoer voor zijn. In earlier days, when I was a small man, I liked to be proud and very good before in the eyes of my friends. En ik ging naar de supermarkt en ik stal marsjes en chocoladerepen en tiksen. Gewoon bij de servicebalie haalde ik het zo voor de cashier weg zonder dat ze het zagen. And I used to go to the supermarket and to pick all kinds of snacks without being snapped by the woman who was sitting there. En ik steel geld van mijn ouders om ze te kopen. And I also used to steal money from my parents to buy sweets. En ik loog heel veel, ook op school. Dan kwam ik een paar uur niet op school en schreef een briefje, zat ik al een dekking van mijn moeder om, weet ik niet. I also used to lie, you know, when I had to go to school, I didn't go, and I just later I passed some form with a sign of my mother. En een van de dingen waar ik me het meest voor schaamde was dat ik verslaafd ben geweest aan zelfbevrediging. And one of the things where I feel a lot of shame about is that I was addicted to masturbation. En op het laatst moet ik ook pornografie bij kijken. And later there was also pornography. Ik denk wel dat ik er ook weer even zeggen door de vertaling en denk even kijken. Ik weet dat er hier ook heel veel jongelui zitten die daarmee worstelen. Er zitten hier waarschijnlijk ook jongelui die verslaafd zijn aan zelfvereniging en pornografie. And I know that there are a lot of young people here in this room who are also addicted to masturbation and pornography. En ik heb met veel jongens hierover gesproken en ik ben nog nooit iemand tegengekomen die niet mee worstelt. And I spoke with a lot of young men and I did never speak to someone who said, oh, it's not my problem. En er was een keer een gemeenteavond bij ons in de gemeente. Once there was a youth night in our congregation. En daar werd het punt ook even aangehaald. And people cited me. En ze zeiden, ga het met iemand delen, ga erover praten, breng het in het licht. Je komt er zelf niet vanaf. And people said to me, share it someone. Bring it in the light, because from yourself you will never stop it. Maar ik had bij mezelf zoiets van, het was voor mij zo ongewoon en ik dacht, met wie moet ik het delen en ik ben niet gegaan. But I thought, yeah, for me it's very common. With whom can I share those things? En ik dacht bij mezelf, waarschijnlijk ben ik hierin heel raar en zal iedereen me heel raar vinden dat ik daaraan verslaafd ben. And I thought by myself, well, people might think that I'm a very strange boy and are amazed that he's addicted to those things. En ik zeg dan, ik heb twee redenen, wil ik het met jullie delen. And there are two reasons why I want to share it with you. De eerste, om daarmee de genade van de Heer aan jullie bekend te maken dat hij dit mij ook heeft vergeven. The first reason is that I want you to get known how great the mercies of God and that he has forgiven me. En de tweede reden is omdat er hier ook jongelui zitten die daarmee worstelen en die waarschijnlijk ook bij zichzelf denken, ik ben de enige. And the second reason is that there are most probably young men here in this room who are also addicted and think by themselves,
I'm the only one who has this problem. En dan wil je zeggen dat het een leugen van de Satan is dat je niet met anderen gaat delen. And I want to say to you that it is a lie from Satan that you are not going to share it with other people. Want ik wil met jullie een stukje lezen uit Jacobus 5. So I want to read with you a part of James chapter 5. Jacobus 5 vers 16 tot 18. James chapter 5. Verses 16 up to 18. Er staat, beleid ook andere meer, verhoort de gebeden uit het vrijtje van zelfvergeving. And I found out that as soon as you are going to share this with other people and pray for it, that you can be that you can overcome those things. Ik wil met jullie een andere vers lezen, 2 Petrus 3 vers 9. And I want to read you with you another verse, the second epistle from Peter's, chapter 3, verse 9. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achter, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat zij alle tot bekering komen. En dat haalde volgens mij Paul Washer gisteren ook even aan, van er komen mensen die zullen zeggen van waar is je God, waar blijft hij, hij zult gebeden komen. And I believe that yesterday night Paul Washer also quoted this verse and he said, well, people will come and say, oh, where is your God? Maar het is dan de moedigheid van de Heere dat hij nog niet gekomen is, omdat hij wil dat jij nog tot bekering komt. But it's because of his patience. He does not want you to die, but he wants you to come to repentance. En dan wil ik ook naar een ander gedeelte gaan, 1 Timotheus 2. En een andere vers is de first epistle van Timothy, chapter 2, vers 4 tot 6. Verses 4 up to 6. Er staat welke, dat is God, wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God. Er is ook één middelaar Gods en de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Is dat allen? En ik behoor jij er ook bij allen? Vraag je zo. You realize that in this verse it speaks about all, and you also belong to those all. Do you believe that? Ik wil je ook eventjes 1 Timotheus 1, vers 15 laten lezen, daar staat iets voor. And I also want to show you the first epistle from Timothy, chapter 1, verse 15. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dus het bloed van Jezus Christus, dat heeft gevloeid voor allen, ook voor jou. So the blood of Jesus Christ has flown for all, so also for you. Een van de laatste Bijbelgedeelten die ik met jullie ook wil zoeken is 1 Johannes 1. One of the last parts I want to read with you from the Bible is the first epistle from John, chapter 1. En Johannes 1 vanaf vers 7. From verse 7 up to verse 9. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus zijn zoon reinigt ons van alle zonden. Dus dat benadrukt ook weer van, ga in het licht wandelen met God en met je naaste. So this part emphasizes that you have to walk in the light. Vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Verse 8 says that if we say that we have not sinned, we deceive ourselves and we don't speak the truth. En Paulus jullie houden die tekst ook uit Matthäus 22 over het grote gebod. And also, Paul Washer also quoted the verse from Matthew chapter 22 about the great commandment.
En het grote gebod is dat God liefhebben met geheel je hart, met geheel je ziel, met geheel je verstand en je naaste liefhebben als jezelf. And the great command is that you have to love God with all your heart, all your everything, and love your neighbor as yourself. En in Galaten 3 vers 10b staat: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Galatians chapter 3 verse 10 says that cursed is anyone who is not following up the commandments in the book. En in vers 24 tot de wet, de tuchtmeester is tot Christus. En verse 24 there says that the law is pushes you up to Christ. Dan wil ik nog vers 9 lezen uit 1 Johannes 1. En also I'd like to read verse 9 from 1 John chapter 1. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En in Spreuken 28 vers 13 staat dat wie zijn overtredingen bedekt zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze bekend en laat zal barmhartigheid verkrijgen. Dus we moeten ze ook laat beleiden en laten, dan zal God vergeving schenken. And also very important is that there is written in Proverbs chapter 20 or 23, I don't know, that it's very important that you do not cover your trespasses, but that you confess them to the Lord and then they will be forgiven. En we hebben eerst dat stukje gelezen uit Exodus, waar God zich bekend maakt. We've also read a part of Exodus, where God makes himself known. En nu wil ik, ik zal gewoon de tekst hier voorlezen, je hoeft niet op te zoeken uit Matthäus 1 vers 21, waar de naam van Jezus uitgelegd wordt. And therefore I also want to read Matthew, some verse in Matthew, where the name of Jesus is explained. En er staat in Matthäus 1 vers 21, en zij, dat is Maria, zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Yeah. In chapter 1, verse 21, there is written that, that Mary will receive a son, and his name will be Jesus, because he will save his people from their sins. Het laatste gedeelte, Johannes 3. The last part. Ik wil ook vragen voor jullie die daar opzoeken. And I request you to read with me from the Bible. It's John chapter 3. Vers 14 tot 16. Verses 14 up to 16. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We moeten dus onze zonde beleiden en ons vertrouwen stellen op Jezus Christus, als onze rechtvaardigheid en heiligheid. So we have to confess our sins and put our... We have to rely on Jesus Christ, so that he will forgive our sins. En ik moest net tijdens de lezing heel erg denken aan een tekst uit Marcus. And when there was another speech, I really had to think about some verse from Mark. En ik weet even niet waar hij staat, maar hij staat: we kunnen de gehele wereld gewinnen, maar terwijl onze ziel schade leidt in de hel. And there is something written like we can gain the whole world, but underwhile we can damage our own. En dat zou ik echt wat ik op je hart wil leggen van: ga niet voor deze wereld, maar ga naar Jezus Christus en ga voor hem leven. So that's what I want to urge you. Don't live for this world, but live for Jesus Christ. That's what I want to say to you. En ik had eigenlijk net al bij het gedeelte over de wet nog een stukje over de hel willen oplezen van George Whitefield en Jonathan Edwards. Ja, yeah, there is a very when we were talking about the law, I would like to read a small part about what Jonathan Edwards has written about hell. Eerst een stukje van George Whitefield. First a part from George Whitefield. U die niet wedergeboren bent, moet naar de hel. Want al... Ja, het duurt wel lang. Daar zit er veel Engels. Who's not able to understand this?
because it's quite a long part. You want me to translate it? Fine. Ik wil alleen die van Jonathan Edwards aan. De toorn van God brandt tegen mensen die Christus als hun redder verwerpen en hun verderf stuimen niet. Ik lees nog even voor, want ik geef het zijn naam. Okay. De afgrond is bereid en het vuur is klaargemaakt. De oven is heet en staat klaar om hen te ontvangen. De vlammen woeden en gloeien al. Het vlammende zwaard is geslepen en de afgrond heeft haar muil reeds opengesperd. This is a very famous part from one of the preachings from Jonathan Edwards about the hell. And he describes how terrible the hell is, the flames and the heat, and well, it's terrible. En ik wou het ook nog zeggen als waarschuwing. In Matthäus staan ook enkele gedeelten van de reis van Jeruzalem. Jeruzalem, ik heb je als een hen, ik heb jullie als kuikens, als een hen willen verzamelen om mijn vleugelen, maar gij het niet gewild. Therefore, I really want to warn you, and that reminds me to some verse in Matthew, where Jesus says, Jerusalem, Jerusalem, I wanted to assemble you, but you did not want. En in Matthäus 22, vers 14 staat, er zijn vele geroepen, maar weinig uitverkoren. And there is also written in that chapter, that many are called, but just a few are chosen. En in een ander gedeelte, ik heb op de fluit gespeeld, maar gij niet gedanst. En ik heb geweten, maar gij hebt geen plaat meer. And in another part, I whistled the flute, but you did not dance. Yeah. En dat wil ik ook tegen je zeggen, van je bent al zo vaak geroepen, waarschijnlijk in de kerk en hier. That's what I really want to say to you. So many times, probably, you are called in the church and here. En de Heer die heeft je op alle mogelijke manieren tot hem willen krijgen. Door je te verschrikken met zijn toorn, maar ook door je te lokken met zijn liefde. The Lord in many ways has tried to drag yourself to him. With warnings, but also with his love. En daarom wil ik ook zeggen, laat het vandaag de dag des aangaan zijn. Stel het niet uit, maar ga vandaag. And therefore I want to say, this is the day of salvation, so don't postpone it, but do it today. Het is nog maar de vraag of je straks nog in je slaapkamer aankomt. Of dat er iets in je lichaam gebeurt waardoor het einde van je leven bereikt is. Because it is the question, if you reach your sleeping room, or maybe something happens in your body so that you will die. De laatste tekst, en ook de afsluiting van mijn getuigenis, dat is Jesaja 9 vers 5. The last verse, and that's also the end of my speech, is Jesaja, chapter 9, verse 5. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouder, en men noemt zijn naam om.